Ik ben Bert Sporenburg. Ik geef audiorecording hier en ik geef een aantal andere vakken ook, zoals bandjes opnemen, sessies, mixen, produceren. Dat doe ik allemaal hier op het conservatorium. Wij hebben hier een Music Academy, oftewel een conservatorium, en dat is een HBO-opleiding. En binnen dit conservatorium hebben we heel veel hoofdvakken, bijvoorbeeld zang, slagwerk, bas, gitaar, toetsen en ook e-musician, waar ik bijvoorbeeld hoofdvakdocent van ben. Dat is echt een opleiding voor elektronisch muziekproducer. Kijk, je moet het zo zien, je hebt een hoofdvak, dat is je instrument. En bij e-musician is dat bijvoorbeeld je laptop, dat blijft altijd. Maar daarnaast heb je heel veel klassikale vakken. Methodiek, onderwijsleer, transcriptions, oftewel noten schrijven. E-musician is vooral gericht op het produceren van muziek en daarnaast het mixen van muziek en het opnemen in de studio. Ik vind het een hele vette opleiding. Ik ben nu bijna 2 jaar bezig met deze opleiding en ik heb zoveel geleerd en dat had ik van tevoren eigenlijk niet gedacht. Het is echt heel gaaf. Alle studenten die komen hier met een bepaalde identiteit. Dat hebben ze al van zichzelf, een bepaalde stijl. Nou, we willen natuurlijk dat die heel graag ontwikkeld wordt. We willen ook graag dat ze breder gaan denken. Dus netwerken is heel erg belangrijk. Ze gaan ook ontzettend veel samenwerken met andere mensen. Juist die kruisbestuiving van al die verschillende muzici en opleidingen. Ja, dat vind ik het mooiste van het conservatorium. Wat ik heel leerzaam vind van deze opleiding is dat je veel gastcolleges hebt. Waarbij heel veel verschillende, ja, echt wel grote namen hier komen vertellen hoe zij het gedaan hebben. Daar kun je heel veel van leren, maar ook kun je de vraag stellen van hoe ben jij er gekomen en hoe heb jij het gedaan. Voor de rest moet je, denk ik, met de ondernemerslessen die je hier krijgt, moet je zelf aan de slag en echt zelf de buitenwereld intreden en je netwerk op gaan bouwen. Je wordt ZZP'er, je moet je eigen boontjes gaan doppen in de toekomst. Je moet je eigen brood op de plank gaan regelen. En dat is ook iets wat wij hier leren. Er zijn andere vakken behalve je hoofdvak, zoals ondernemerschap, methodiek. Je moet uiteindelijk ook lesgeven, misschien wel in de toekomst. Nou, voor al dat soort dingen zijn allemaal vakken, waardoor je gewoon echt een voltijds opleiding hebt waarin dat allemaal voorbij komt. Dus je wordt een heel compleet muzikus als je hier afgestudeerd bent.